Dit wordt onze slaapkamer. En niet van bovenaan filmen. Het is bijna 12 uur. 3, 2, 1. Heerlijk. Wil je dansen? Wij gaan Noutje lekker naar bed brengen. Maar één liedje vindt hij altijd heel leuk om nog even te dansen. Paw Patrol, we zijn al onderweg. Wil je niet dansen? Ik zal jullie nog even een rondleiding geven door het huis. Hier kijken we op uit. Leuk speeltuintje voor Nout. Dit is de woonkamer. En Nielsie heeft vandaag de ondervloer gelegd. En ze gaan straks met de vloer beginnen. Dit is de deur naar de gang toe. Trap. De hal, hier zit het toilet. Hier zit nog een deur voor een soort kapstok. En dan is hier de keuken. Het is echt een puinhoop. Maar dat komt allemaal wel. Nou, de tuin. Moet ook nog flink wat aan gebeuren. En dan gaan we naar boven. En dan op de eerste verdieping hebben we hier zo de badkamer. De grond is even afgetaped. Er komt nog een douchewand tussen de douche en het toilet. En even een meubel. Nou, hier moet ook allemaal nog een vloer gelegd worden. Dit wordt dan Nout's kamer. En die kijkt uit op het speeltuintje. En dan hebben we hier, dit wordt onze slaapkamer. Ik weet niet of jullie het zo een beetje kunnen zien op de video. En hier hebben we de kleinste kamer. Nou ja, klein. En dan hebben we hier nog, dit heb ik vandaag geschilderd. Die muur. En hier ben ik nog bezig. Hebben we de zolder. En daar hebben we ook nog een slaapkamer. Nou, hiervoor komt dan de wasmachine en de droger. En hier kunnen we gewoon echt veel troep nog kwijt. En dan de zolderkamer. Die is ook echt super leuk. Nou, dat was even een kleine rondleiding naar huis. Het is vandaag oudjaarsdag en er is weer een nieuwe klusdag aangebroken. We zijn lekker bezig in het huis. Deze piek hebben we net van de deur afgehaald, die zat er nog tegenaan. We hebben lekker oliebollen. Even kijken. De vloer is al een heel eind opgeschoten. Dat is echt super mooi. Deze muur hebben we gisteren helemaal geschilderd. En nu zijn wij met de trap bezig. Er staat nu in de grondverf. Hier wordt laminaat gelegd. En plinten, oude plinten worden er vanaf gehaald. De hele muur wordt eraf gehaald. Oh, de hele muur wordt eraf gehaald. Ja, ja. Het zal een beetje op te schieten, hè? Of niet? Of niet? Nee, niet van bovenaan filmen, hè? Dan kom ik al op. Het is oudjaarsavond en het is het laatste jaar in ons oude huis. We gaan het hier thuis nog één keer vieren met vrienden. We hebben de staattafels hebben klaargezet. Kijk, hoe schattig. En de tafel voor de hapjes en de oliebollen. Wij hebben net nog even een tukkie gedaan. Want we hadden de hele dag geklust. Daarna hadden we boodschappen gedaan, het huis klaargemaakt. Hapjes voor vanavond klaargemaakt. Dus we waren wel een beetje kapot. Dus nadat Nout in bed lag, hebben wij ook nog heel even geslapen op de bank. Dus nu kunnen we er hopelijk weer de hele avond tegenaan. We zijn al best wel opgeschoten in het huis, toch Nelis? Ja. Nou, in de woonkamer ligt eigenlijk bijna de hele vloer. En de boventrap, de trap naar zolder, zeg maar, hebben Larissa en ik in de grondverf gezet. Beneden zijn nog wat kozijnen in de grondverf gezet. En op de eerste verdieping ligt ook al een kamer het laminaat erin. Dus het was een productief dagje. We zijn wel wat eerder gestopt, omdat, omdat het natuurlijk oudjaarsdag is. En we moesten nog een hoop voorbereiden. Het is nu 8:15 en ze zullen er ongeveer rond 8:30 zijn. Dus ik ga lekker een wijntje inschenken. Ding ding. Proost. Het is wel een mooi jaar, hè? Van alles wat gebeurt.
Nou, positief. Ouders geworden. Een nieuwe woning. Een nieuwe auto. Je hebt je baan opgezegd. Leuke dingen. Veel positieve dingen. Ja, goed, dat is een goed jaar. Op naar het volgende jaar. 2023. Cheers. Wat was dat? Bijna 12 uur. Oh, ik kan niet wachten. Ik kan niet wachten. Ik kan niet wachten. Mensen denken dat het al 12 uur is volgens mij. Ook misschien een hele... Tess! Kijk rennen! Lekker loppie! Hallo! Hi Kalei! Hey! Hi! Chapter? Ja. 4, 3, echt niet! Ook volgend jaar! Ja! 5, 4, 3, 2, 1! Good morning. Nou, vannacht is eigenlijk wel heel goed gegaan met hem. Hij kwam eerst om 10 uur nog voor een flesje, of tenminste voor een flesje warm water. En dat is eigenlijk standaard dat hij nog rond 10 wakker wordt. En in principe om 12 uur sliep hij door al het vuurwerk heen. Maar rond 12:30, 1:15 werd hij toch wel even wakker. En toen vond hij het eigenlijk ook wel heel gezellig. Hè? Kom. Nog even een tijdje bij geweest. We hebben nog wat vuurwerk gekeken. En toen heb je hier nog even wat gepuzzeld en boekjes gelezen. Want hij vond het allemaal veel te gezellig om weer naar bed te gaan. Nou, en ik denk rond een uurtje of 1:30, 2:15 dat we hem weer in bed hebben gelegd. En eerst was het nog een klein beetje huilen, maar toen ging hij gelijk eigenlijk al wel weer slapen. Toen werd hij vanochtend eerst om 6:15 wakker. En toen dachten we, nee, niet nu al. Toen hadden we hem naast ons, of tussen ons ingelegd in bed. Toen heeft hij vervolgens tot 9:30 geslapen. Oh, dat vonden wij wel heel lekker, hè? Lekker uitslapen tot 9:30. Dat is wel, je wordt wel steeds een beetje wakker als je tussen je in ligt. Want dan krijg je weer een voet tegen je aan of een hand in je gezicht. Of, nou, wat hij ook vaak doet is aan het hoofdbord krabben. Dat vindt hij blijkbaar heel leuk of zo om te doen. Maar ik zie dat mijn camera een beetje wazig is. Die heeft dat ook een beetje zwaar deze ochtend, denk ik. Maar voor de rest, ja, het was super gezellig. Leuke avond gehad. Spelletje gedaan. Moet je er nou zo doorheen praten? En weet je wat we zo meteen gaan doen? We gaan lekker een stukje fietsen. Ja. Dan gaan we vanavond ons nieuwe huis. We moeten nog even wat dingetjes opmeten. Voor onder andere de vaatwasser die in de keuken komt. Het keukenkastje opmeten. Wil je er toch weer bij? Lieverd. Ja, je bent zo vrolijk, hè? Je bent zo vrolijk. Gaan we lekker naar ons nieuwe huis? Ja, we gaan weer even kijken, hè? Wat dingen opmeten, lekker een stukje fietsen. Volgens mij is het best wel lekker weer buiten. Oh, ga je zwaaien? Nou, tot straks. Tot straks. Ja, uitslopertje. Hè? Zeg maar hallo. Of hi. Zeg maar hi. Hi. Oh, ga je even de camera stok opeten. Dat is een beetje ba hoor. Ba. 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 Nou, wij gaan fietsen. Hallo. Hey. Nou, dat... Met mij? Ja, lekker.
De dag liep toch even wat anders. We zouden natuurlijk in eerste instantie naar ons nieuwe huis gaan. Maar we zijn naar het strand toe gefietst. En we hebben daar even een klein stukje gelopen. En we wilden eigenlijk misschien nog even bij een tentje ergens wat even koffie en thee drinken. En dan naar de nieuwjaarsduik zeg maar gaan kijken. Alleen dat we op het strand liepen, toen begon nou te al erg moe te worden. Zo zijn we toch maar naar huis gegaan en vervolgens heeft Nout thuis 2 uur lopen slapen. En toen was de nieuwjaarsduik alweer voorbij, dus ja. Even een andere planning. Maar ja, was wel lekker om even een stukje te fietsen en ook wel lekker gezellig druk op het strand. We zijn nu onderweg naar Tobi's en Laris, want Tobi die belde vanmiddag of we kwamen gourmet daar vanavond. Dus daar zeggen we natuurlijk geen nee tegen. Dus we rijden eerst even langs mijn ouders huis en gaan we even een campingbedje ophalen en een eetstoel voor Nout. Ah, gaan we daar lekker eten? Lekker eten. Misschien nog wat oliebollen. Een nieuwjaarsgourmet. Ja, wat ik heb echt al denk ik in geen jaren meer gegourmet. Een week laatst al. Oh ja, oh ja. Kerstborrel. Ja. Ik echt al heel lang niet meer. Op Instagram gezet naar al jouw volgers dat ik in 1 februari ga beginnen. Als ZZP'er of hier. Ja. Dus mochten jullie Niels willen volgen op Instagram, ik zal hieronder even zijn naam vermelden. Er komen wel leuke reacties binnen ook, hè? Ja. Ook al mensen die al zeiden van nou, ik heb wel interesse in je contactgegevens, want ik wil wel mijn tuin laten doen naar ja. jou. Ja, ook heel leuk. Ja. Super tof. Laatste zijn baan opgezegd. Natuurlijk super spannend om voor zichzelf te beginnen. Ook omdat ik natuurlijk ook voor mezelf werk. Maar goed, dat gaat vast wel goed komen. Ja. Toch? Ja. Zeker. Ben benieuwd. Eerst even nog even knallen in het huis. Dus die allemaal af en dan voor, lekker voor jezelf. Ja, ik heb er zin in. Ja? Ja, ik ben gewoon benieuwd hoe het allemaal gaat lopen. Aanvragen konden ze krijgen. Ja, leuke klussen misschien wel. Ja, sowieso al een iemand waar ik veel mee ga samenwerken. Omdat hij niet aan zijn klanten toekomt en dat ook wel natuurlijk vervelend vindt. Omdat hij het zo druk heeft en hij zegt, nou, ik ga jou inhuren. Ja. Dus ja, daar heb ik wel mee afgesproken om veel samen te werken. En dat leuk samen. Dat is wel een mooie start, een mooi begin. Ja, een mooi begin. Ja. Met elkaar vinden. Houdt ja. collega van me die werkt bij hem, dus ga ik ook weer samenwerken met hem. Dat is ook wel erg leuk. Ja, dat is ook wel leuk. Ja. Ja. Vanochtend hebben we een tijdje geleden hebben we je logo ontworpen. Vanochtend hebben we al visitekaartjes besteld. Ja. En binnenkort wordt het werk. Logo is ook op Instagram te zien, dus als je nou benieuwd bent. en binnenkort je werkkleding bestellen ook met bedrukking van je logo. Ja. Leuke dingen, leuke nieuwe dingen. Misschien nog een website. Om wel goed het nieuwe jaar mee te beginnen en meteen huppakee. Huppakee. Ik had gedacht dat Nout het wel even lekker een slaapje zou doen in de auto. Maar daar dacht ik toch even anders over. Nout zijn eerste gourmet. Ja. Ik ben benieuwd wat hij allemaal lust. Vast bijna alles. Omdat we nog niet genoeg gegeten hadden de afgelopen dagen. Lekker hè Nout. Ga je lekker aan genieten? Heerlijk. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. En ik ga Nout zo meteen wegbrengen naar de gastouder. En dan ga ik een ochtend werken en daarna ga ik richting het huis. En gisteren deden we dat eigenlijk ook. Niels was er al de hele dag, want Niels heeft deze week nog vakantie. En in de ochtend moest ik werken en daarna kwam ik ook helpen klussen. Ga je er vandoor? Oh, op mama's schoen. Dankjewel. Ja. Deze week bestaat een beetje uit een beetje werken, een beetje klussen. Thuiskomen, eten, slapen. En dan weer opnieuw. Maar we zijn in elk geval al een heel eind. Ik zal vanmiddag weer eventjes laten zien waar we gebleven zijn. Jij mag lekker de hele dag spelen, hè? En slapen. Heerlijk. En dansen? Dansen. Dansen. Ik ben voor vandaag alweer klaar met werken.
Het is pas bijna 12 uur. Dus het is best wel gek om een aantal korte dagen te werken. Maar ook wel weer lekker aangezien ik vorige maand echt een onwijs drukke maand heb gehad. Ik heb mijn werkkleding heb ik standaard in mijn tas zitten. Dus ik ga me nu eventjes omkleden en dan ga ik richting het huis. We zijn er weer klaar voor. De kluskleding weer aan. Dit is een trui van Niels. Die heb ik eigenlijk al de hele week aan tijdens het klussen. En ja, ik ga even bij het nieuwe huis even lunchen. Even snel een bolletje eten. En dan ga ik denk ik weer verder met schilderen. Good morning! Het is vandaag alweer woensdag en ik ben gisteren helemaal vergeten überhaupt iets te filmen in huis. Maar vandaag ga ik dat echt doen voor jullie. Ik moet in de ochtend weer even werken. En ik ben weer in het huis rond een uurtje of 12:30. Dus dan ga ik jullie echt even laten zien hoe het erbij staat. Want de vloer beneden is gewoon al bijna helemaal af. En voor de rest hebben we gewoon echt wel best wel wat schilderwerk gedaan. Ik voel me de afgelopen week echt een sloddervos. Ik leef in dezelfde kleren. Ik heb geen make-up op. Elke dag vies van het stof. Ja, ik douche natuurlijk wel elke dag. Maar dat is momenteel even het leven van een verhuizing, denk ik. En aankomend weekend vieren we Nautse verjaardag. Dus ik ga even kijken. Vrijdag ga ik daar even wat voorbereidingen nog voor doen. We gaan het zaterdag vieren voor vrienden en zondag komt er familie. We vieren het nog in ons oude huis, of tenminste het huis waar we nu nog wonen. Het is eigenlijk gewoon veel te krap om en familie en vrienden uit te nodigen. Er staat het hele huis ramvol, dus dat leek ons niet echt een optie. Dus we doen het gewoon verdeeld over het weekend. Gisteren zijn onze moeders ook weer komen helpen schilderen. En een vriend van Niels heeft samen met Niels vloer gelegd. Die was er gisteren ook weer. Normaal gesproken lopen er elke dag wel een zootje mensen in huis. Maar volgens mij zijn we vandaag met z'n tweeën. Dus dan kan ik ook even goed filmen hoe alles eruit ziet zonder dat ik mensen in de weg loop. Dus dat ga ik straks even voor jullie doen. Nou, het is alweer, kijk hoe laat is het eigenlijk? 4 uur geweest. En ik zal nog even snel wat dingen filmen voordat het zo meteen donker wordt. Ik heb deze radiator vandaag nog 2 keer overgedaan. De vloer die is nog steeds hetzelfde tot hier, zeg maar. Die radiator heb ik geverfd vandaag. Deze trap staat nu helemaal in de grondverf. We hebben gisteren dit hekje ook helemaal geschuurd, in de grondverf gezet. En deze dingen, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Die lakjes die heb ik weer even meegeschilderd. En voor de rest hier is niet zoveel gebeurd. Oh ja, we hebben de trapleuningen hebben in de grondverf gezet. Die zijn inmiddels al wel droog. Die kunnen straks in de lak. En dan gaan we naar beneden. Even de muziek wat zachter. Nou, de vloer is inmiddels helemaal af. Bijna helemaal. We hebben nog een klein stukje hier zo onder het sucloof gelegd worden. En hier komt een mat. En we zijn nu bezig met deze muur schilderen. Deze, die muur daar. Deze muur ben ik nu mee bezig. En ja. Even kijken, wat kan ik nog meer laten zien. Deze muur wordt morgen geschilderd. Die en deze. Zit hier een nieuw raampje in. Daar is vandaag iemand voor langs geweest. Ik ben echt super blij met de vloer. Ik kom trouwens bij vloer en raam vandaan in Alkmaar. Maar ik zal, wanneer het huis echt helemaal af is, zal ik even een home tour ook geven. En dan zal ik even alles benoemen waar we het vandaan hebben. Nou, deze trap die hebben we ook nog geschuurd vandaag. Of tenminste Niels. En die kan op zich ook wel in de grondverf. Nu zijn we even de vloer aan het afplakken voor het schilderen en het lopen. Nou, hoe gaat ie? Dag. Oh. Ja, gaat prima. Ben je er al klaar mee? Echt zo mooi geworden. Hoe vind je het zelf? Ja, mooi. Ben je er blij mee? Zeker. Ja, leuk. Nu alles sausen. Ja, dan gaan we verder. Oh.
Nauwtje, vond je de vlog leuk? Jij? Nope. Lampjes leuker. Nou, wij gaan hiermee de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. Niels heeft vandaag weer de hele dag geklust. Ik heb gewerkt en ben daarna ook even komen klussen. Dus ik hoop dat de vlog op tijd online staat en anders wordt het morgen. Nauwtje, gaan we zwaaien? Gaan wij zwaaien? En in de volgende week vlog zien jullie Nautse verjaardag. Yay. Ja. Yeah. 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 Dag. Tot volgende week. Dan kijk toch zo, ga je weg? Zwaaien. Tot de volgende keer.